Brunsveeg verklaart schriftelijk betrokkenheid met topcrimineel Piet Wortel. 1032 spookambtenaren getraceerd, weer budgettaire ruimte voor nieuwe leerkrachten. En weer gedoe over grond, nu met staatsolie. Ronnie Assabina op de bres voor Brok op Ondel. Goeiedag, dit is Regionieuws TV Suriname van 19 april 2024. Het nieuws voor 1 miljoen Surinamers. In de grote witwaszaak rond de cocaïnehandelaar Piet Wortel is nog veel onduidelijkheid over een partij goudstaven te waarde van 6 miljoen euro. De goudstaven die waren gevonden in de woning van Wortel zouden, volgens een verklaring van vicepresident Ronnie Brunsveeg, van hem zijn. En de Nederlandse justitie hecht weinig geloof in de verklaring van de vicepresident en is van mening dat hij zijn vriend uit de brand wil helpen. Wortel is internationaal bekend in de drugshandel en wordt gezien als een grote speler. Hij zou zelf miljoenen hebben geïnvesteerd in goud. En Wortel heeft steeds ontkend dat de goudstaven van hem zijn en zegt dat hij het goud van vicepresident Ronnie Brunsveeg wilde verkopen. Volgens de officier van justitie komt met de verklaring weinig verandering in de zaak en noemt het verhaal van Wortel hoogst ongeloofwaardig, meldt het AD. Zelfs stelt men vraagtekens bij de notariële verklaring van Brunsveeg en twijfelt men of de verklaring wel in bijzijn van Brunsveeg zelf is afgelegd, hoewel er wel een handtekening van hem onder de verklaring staat. De verklaring is sumier en zonder enige onderbouwing. Er is een rechtshulpverzoek gestuurd naar Suriname om Brunsveeg te horen over de partij goud. Het verzoek moet inmiddels bij de minister van Justitie liggen. Minister Henri Ory van Wetenschap en Cultuur heeft tijdens een persconferentie donderdag aangegeven dat hij 1032 spookambtenaren gaat bedanken. De regering is sinds vorig jaar bezig met de Public Sector Reform, waarmee ze een registratie doet van actieve ambtenaren. En de ambtenaren die momenteel niet geregistreerd staan, vloeien af. Het is volgens de bewindsman een lang traject geweest om de landsdienaren die zich niet hebben geregistreerd aan te schrijven. En hierdoor is het ministerie uiteindelijk tot een lijst van 1032 ambtenaren gekomen die vanaf nu geen gratis salaris meer van de overheid zullen ontvangen. Ory geeft duidelijk aan dat de overheid niet kan blijven betalen voor mensen die niet productief zijn. Onderdirecteur Ashwin Chitani van Algemene en Personele Aangelegenheden van OCW zegt dat na onderzoek is gebleken dat sommige mensen werkzaam waren op twee ministeries. Chitani gaf als uitleg dat mensen een paar dagen werkten bij het ene ministerie, zich vervolgens ziek melden en dan kwamen werken bij onderwijs. En deze personen zijn per direct afgevloeid, maakt Chitani duidelijk. Met het afvloeien van deze landsdienaren komt er volgens Ory verlichting op het onderwijsbudget. Door deze screening is er ruimte om nieuwe leerkrachten aan te trekken die nodig zijn voor de onderwijsvernieuwingen. Als gevolg van illegale goudwinning in en rondom het gebied van de hulpdammen van het Afobakka-Stuurmeer heeft Staatsolie, die het beheer heeft over de dam, 4000 hectare aan grond in eigendom aangevraagd bij de leefgemeenschappen van Brok op Ondel. Het betreft 4000 hectare delen van het dorp Balingsula, Brownsweg en bijna alle recreatieoorden die voorkomen in Brok op Ondel. Ronnie Assabina, DNA-lid die ook deel uitmaakt van het platform voor traditionele gezagsdragers in Brok op Ondel, bevestigt dat Staatsolie de aanvraag al in 2020 heeft ingediend. En hij vermoedt dat de gronden reeds zijn toegewezen aan Staatsolie en dat de wettelijke procedures niet in acht zijn genomen. Volgens Assabina zou de minister van Grondbeleid en Bosbeheer de stukken niet ondertekend hebben en daarmee is de zaak dus niet geformaliseerd. Eerder is het traditioneel gezag niet gehoord en de districtscommissaris heeft geen advies uitgeschreven. Assabina zegt dat voor de bouw van de dam dorpen als Balingsula reeds bestonden en dat Alcoa, de bouwer van de dam in de jaren 60, een goede relatie had met de lokale gemeenschappen. Staatsolie moet volgens de parlementariër het belang inzien van goed nabuurschap, wat bij Alcoa het geval was. De parlementariër spreekt verder van een zekere mate van disrespect, omdat het grondrechtenvraagstuk van de tribale en inheemse volken nog steeds niet behandeld wordt door de staat. Assabina zegt
dat als staatsolie werkelijk de gebieden in eigendom toegewezen heeft gekregen, dit tegen de internationale vonnissen ingaat. De staat Suriname is meerdere malen door internationale rechtbanken gevonnist als het gaat om schending van grondrechten van tribale en inheemse samenleving. Er is echter geen uitvoer gegeven aan deze vonnissen, zoals het Mojuana-vonnis in 2005 en het Samaka-vonnis in 2007. En tot zover Regio Nieuws TV Suriname. Wilt u dagelijks op de hoogte blijven? Download onze app en nieuwsmelden kunt u doen aan suriname@regionieuws.tv. En als u via YouTube kijkt en spreekt het nieuws u aan, like ons en vergeet niet u te abonneren. Dank voor uw aandacht en blijf vooral gezond.